Het is gewoon echt een kwestie van als ik een fout maak, dan is het gewoon klaar. Dan ben ik mijn plek kwijt. Dus ik kan gewoon geen fout maken. Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Welkom bij F1 2017, de Career Modes bij de race van Abu Dhabi. We beginnen vandaag met Practice 1, de Track Acclimatization. De baan kon ik op zich wel een beetje. De eerste ronde dat ik dit probeerde kreeg ik groene punten. Tweede ronde kreeg ik paarse punten. Dus dat was stukken beter. Dan schuiven we door naar de tire management. Dat ging eigenlijk vlekkeloos. Dit is een heel bandvriendelijke baan. Dus paarse punten. Fuel safe. Nou, dat was ook geen enkel probleem. Gewoon het trucje toepassen van elke bocht met een hogere versnelling nemen. Gaat eigenlijk alles wel goed. Dan hebben we de qualification pace. De eerste ronde had ik echt net aangehaald. Ik denk, nou, ik probeer het toch voor die paarse punten. Zat er helaas niet in. Dan hebben we uiteindelijk de race strategy. Dat is gewoon 3 rondes achter elkaar binnen de delta rijden. En dan heb je eigenlijk al paarse punten in de pocket. Standings, we hebben alles in 1 practice session gedaan. En uiteindelijk kwamen we op de 11e plek. Ook al hadden wij natuurlijk de beste compound, waren we maar 11e. Daar zijn we dan voor de kwalificatie van Abu Dhabi. Ik ben heel benieuwd hoe we het er vanaf gaan brengen. Zoals je ziet deden we het best oké in de practice session. Ik ben benieuwd of we dat resultaat ook kunnen herhalen hier. Ja, ik ga gewoon de baan op en we zien het wel. En dan gaan we voor onze eerste kwalificatieronde op Abu Dhabi. We komen hier bij de eerste bocht. Het is een lange bocht naar links. Waarbij je hier vervolgens vol gas door dit deel kan. En vol gas hier doorheen. Ook al snij ik daar af, maar moet je even beseffen dat ik daar dan de apex goed zou nemen. Dit is sowieso nog even een uitlegronde. En dan komen we hier bij het lange rechte stuk. Volgens mij een van de langste rechte stukken ooit in F1. Dus dat is altijd wel een genot. Helaas zijn we niet echt denderend snel op het rechte stuk. Maar we kunnen wel benutten van slipstream of wat dan ook. Dan komen we hier bij een krappertje. Zo. Ja, ik vind dit echt een prachtcircuit. Want het heeft van alles wat. Het heeft mooie lange rechte stukken. Het heeft krappe manoeuvrerende gedeeltes. Genoeg inhaalmogelijkheden. Dan komen we hier bij een chicane. Dit is ook een heel interessant stuk van het circuit. Ik weet nog steeds niet echt hoe ik hem exact moet nemen. Maar desondanks is het wel leuk. Hier kan je vol gas doorheen. Hier moet je oppassen. Dit is dan weer een langzamer gedeelte. Ik stuurde bijna te vroeg in. Waardoor mijn hele apex naar de knoppen was. Vol gas. Hier met z'n vijver doorheen. En dan zijn we uiteindelijk weer hier bij de start-finish straight na deze bocht. En dan hebben we uiteindelijk een tijd neergezet van 1:43.1. Maar oké, ik ben benieuwd hoe ver dat staat. Oké, ik zie Lance Stroll rijdt sneller en Julian Palmer rijdt ook vele malen sneller. Dus dat betekent dat ik ook gas bij moet geven. Weerlijn is daarentegen een tikkeltje langzamer. Maar ik kan ook beter. En hier ben ik weer op de start-finish straight. We rijden 19e van ons tijd af met een 1:42.2. Nou, volgens mij best wel netjes. Oké, dit is de lijst. Hamilton, Vettel, Raikkonen staan op het moment 1, 2, 3. En ik sta... Ik sta lager dan verwacht. Ik dacht dat ik ergens 14e of 15e zou staan. Maar Van Doorn heeft heel goed gepresteerd. Magnussen tevens ook. Palmer, Stroll, Weerlijn, Grosjean. Grosjean? Die heeft misschien een ongelukje gehad. Oké. Dan zijn we klaar voor de race. Waarom sta ik achteraan? Wat voor penalty heb ik? Ik heb letterlijk niks veranderd aan mijn auto. Helemaal niks. Waarom heb ik een penalty? Naar mijn gevoel heb ik helemaal niks verkeerd gedaan. Hoe de fuck? Nou ja, zeg. Oké, die begrijp ik niet, maar laten we maar even onze aandacht focussen op de race. Eén stop is, voor mijn part klinkt dat wel prima. Alleen, ik moet even wat brandstof erbij knikkeren, want ik heb het gevoel dat ik heel veel rich revs ga draaien. Want er zijn zoveel rechte stukken en dan brand je heel veel brandstof eraf. Dus 3,5 rondes extra. Ik denk dat dat wel prima is.
Daar staan we dan bij de Grand Prix van Abu Dhabi. 5 rode lichten en go. En dat is een prima start hoor. Kan ik aan de binnenkant duiken van de club. Beetje laat remmen. Oh. Kijk, het zat er niet in. Dan zou ik erin duiken, dan zou ik een ongeluk veroorzaken. Dus ik... Oh, jemig. Ja, oh, die weerlijn joh. De switcheroo, ik ga aan de binnenkant. 2, 3, 4. Hup. Dit is prima. Even een beetje afremmen, dit is prima. En dan hier. Wan ertussen zetten nu. Goed hoor, ik krijg gewoon ruimte. Ik krijg ruimte. Hey, dankjewel, doei. Dan staan we nu 14e. Massa die gaf ruimte. Nou, hey, dikke prima, doei doei hè. Hij heeft, of oh, Stroll zit nu inmiddels achter me. Die zit ook op de supersoft. Dat is op zich wel prima. Iedereen om me heen zit eigenlijk op de supersoft. Gaan ze dan dezelfde strategie of gaan sommigen ook nog voor de twee stop? Dan gaat iedereen dezelfde strategie, dan baal ik wel. Ik probeerde juist met mijn één stop een beetje anders te zijn dan de rest. Nou, en dat was alweer de eerste ronde. We zijn 6 plekken opgeschoven. Dus wat dat betreft een prima start van de Grand Prix. Oké, Stroll heeft issues en hij zit achter me. Ik weet niet waarom ik opeens zoveel onderstuur heb. Grosjean zit inmiddels achter me. Die gaat natuurlijk een beetje van de slipstream snoepen. Grosjean, alstublieft niet. Alsjeblieft niet. Dankjewel. En er gebeurt nog niet zoveel. Het is echt een kwestie totdat ik gewoon een fout maak. Oh, en die zat er bijna in deze bocht aan te komen. Dat is een lastige bocht dat. Hamilton zit even ondertussen fastest laps te tikken alsof het niks is. Wij proberen gewoon de groep bij te houden om überhaupt... Ja, ik hoor er ook bij. Oké, de DRS is enabled. Dit kan nieuwe situaties doen creëren. Ik weet niet of ik dichtbij genoeg ben voor een DRS'je. Ik denk het niet. Ik denk dat ik net een te grote afstand heb tussen mijn voorligger. Nou, Grosjean heeft het hoogstwaarschijnlijk wel. I don't know, man. Ik denk het toch wel. Oké, nu zal hij het gegarandeerd hebben. No, mijn exit net was fucking bout. Ik probeer aan de binnenkant te verdedigen. Grosjean. Oh, dat was een tikkertje. Ja, oké, daar ben je langs. Nou, dat was een... Kutstrij. Oh, Palmer heb ik nu achter me. En die heeft de ultrasofts. Top. Ik doe mijn stinkende best, maar ik kan het gewoon niet bijhouden. Ze rijden allemaal van me vandaan. Godverdomme. Ik wil ook gewoon even een DRS'je. Ik wil ook weten hoe het voelt. Oh, ik heb een DRS'je. Hè? Ik weet hoe het voelt. Alleen ik heb waarschijnlijk... Ja, Palmer heb ik in mijn nek. Dus hé, ik heb er uiteindelijk vrij weinig aan. Verdomme Palmer. Doe het niet. Zo kut. In het begin van de race weet ik dan plekken te pakken. Omdat ze allemaal zo dicht op elkaar zitten. En dan kan ik daar gebruik van maken. Echt naarmate de race vordert ben ik alleen maar aan het verdedigen. Maar wat dat betreft ben ik wel blij dat dit de laatste race van het seizoen is. Want hierna krijgen wij natuurlijk een nieuw aanbod van een nieuw team. Hoop ik. Ga ik vanuit. Ik denk dat het spel wel zo'n beetje op die manier werkt. En dan openen er nieuwe kansen voor ons. Wat natuurlijk interessant is. Oh mijn god, ik slip daar elke keer. Ik probeer te remmen en te sturen. Maar misschien moet ik dan daar toch een beetje van het gas af. In plaats van remmen en sturen. Voor een of andere reden gaat mijn auto dan zwabberen daar. Dus moet ik dat even in die bocht even aanpassen. Ja, ongetwijfeld. Ja, dit was onvermijdelijk. Ik kan wel aan de binnenkant gaan verdedigen. Maar weinig kans van slagen, eerlijk gezegd. Oh, ik tikte hem aan. Maar ik ben gelukkig niet mijn vleugel kwijt, dus dat telt. Hier heb ik wel DRS, dus misschien kan ik hem terugpakken bij de volgende bocht. Ook al betwijfel ik het ten zeerste, want ik heb niet genoeg afstand om dit dicht te werken. Oh, hij schiet rechtdoor. Hij zette zijn banden op slot. Wat een man. Julian Palmer. En zijn banden beginnen nu natuurlijk steeds meer uit te werken. Oh joh, tuurlijk. Praat maar even in de bocht. Want hij zit op de ultrasofts en die verliezen ja, rond
rond de lap waar we nu zitten, verliest hij zijn grip. Dus die zal binnenkort moeten gaan pitten. En misschien gaat hij nu wel pitten. Who knows, who knows. Nou, hij gaat weer langs me schieten. Julian Palmer heeft DRS, probeert slipstream van me te pakken. Maar ja, ik wil het aan de binnenkant verdedigen, maar ik moet hem ook ruimte geven. Hij zit er, hij zit er, hij zit er, hij zit er. Ik geef hem ruimte. Ja, ik ging over de bobbeltje heen, joh. Nee, dit is niet genoeg. Nee, dit is niet genoeg. Sorry. Die plek ben ik kwijt. Ik zit even naar de durability van mijn banden te kijken. En die zijn nog helemaal niet zo ver van huis. Dus die ultrasofts waar Palmer op zit, die zullen ook nog niet zo ver van huis zijn. Huh. Dus deze baan die heeft heel weinig... dat kost gewoon niet zo heel erg veel van je banden. Duidelijk. Verbazingwekkend genoeg heb ik nu Sergio Perez achter me zitten. En die zit op de ultrasofts. Dus misschien dat er wel al een aantal pitstops zijn geweest. Want ik kan me niet herinneren dat hij achter me zou staan. En ik moet echt van mijn brandstof af. Gaat Julian Palmer nou de pits in? Volgens mij gaat hij de pits in. Dus de banden zijn wel op. Ja, hij is de pits in gegaan. Ik dacht al. Oh, wie komt er nu net voor me? Dat is Ocon. Oh, ik ben ook echt een paar plekken opgeschoven nu. Dat zijn waarschijnlijk alle twee stoppers. Oké, interesting. Yes, yes. Hopelijk heb ik even DRS op hem, want dan kan ik even Perez achter me laten. Ik heb geen DRS op hem, hè. Nee, dat was te verwachten. Kut! Maar dit zijn toch niet de jongens die ik achter me kan houden, joh. Hou op, schij uit. Ze zijn zoveel sneller dan ik. Ja, daar gaat hij, hè. Daar gaat hij. Hey, dag meneer de Mexicaantje. Doei. Oh, fijn. Ik heb Sebastian Vettel nu achter me. Oh, dit is een leuke strategie. Yes. Ricciardo is uit de race. Oké, dat had ik niet willen hebben. Ik dacht, misschien komt er wel een safety car of iets. Maar noppes, nada. Hier is wel gele vlag. Ah, hij staat aan de linkerkant van de baan. Hey, doe je? Verdomme, meneer Vettel. Ga maar binnenkant dan. En daar gaat hij ook. Oh, mijn god. Ja, ik kan geen enkele strijd kan ik aan. Zeker niet met een Ferrari. Maar ik weet niet, ik kan het gewoon niet verdedigen. Ze zijn gewoon allemaal beter, sneller, meer grip. Alles hebben ze. Ze hebben alles. Ah, oké. Duidelijk. Ik vroeg me al af wanneer het eraan zat te komen, maar het is dus aan het einde van deze lap. Verstappen zit voor me. Die zit ook op de softs. Maar heeft hij dan een undercut op mij gehad? Tenminste, ja, hij heeft geen teammaat meer. Dus hij hoeft niet, zeg maar, meer rekening te houden ermee. Wat? Waarom is hier een gele vlag? I don't get it. I don't get it. Ze zijn er aan het stuntelen voor me. Verstappen en... wie? Vettel? Ja, geen enkel probleem, joh. Doe lekker je ding. Ik ga toch de pits in. Weet je wat, jongens? Doe je lekker je ding. Ik prik hem hier even de pits in, hè. Doei. Ah, nee. Verstappen gaat ook de pits in. Die heeft een ongelukje gehad, lijkt me. Iets met zijn vleugel misschien? Ja, die heeft een vleugeltikkie gehad. Oh, wat kut voor hem. En hier staat Kvyat. Weerlijn is inmiddels doorgereden. Maar die moet uiteindelijk nog wel pitten. Sta ik nou? Ik sta voor Verstappen. Wie had dat ooit verwacht? Maar we hebben eindelijk weer een beetje grip. Dus hiermee moeten we de race uitrijden. Verstappen die heeft van de softs naar de ultrasofts gewisseld. Dus die zal ongetwijfeld binnen de kortste keren langs mij schieten. Maar grote kans dat hij dan uiteindelijk alsnog een keer moet pitten. Oh, Pascal is nu in de pits. Dus daar zal ik sowieso voorbij schieten. Ik vraag me af of hij ook op de één stop zat. Even kijken, zien we hem ergens? Weerlijn zit nu op de supersofts. Oh, oké. Dus hij gaat dan voor de twee stop. Meneer Mengzi Verstempi zit achter me inmiddels. Dat gat heeft hij echt heel snel gedicht. Maar ja, betere auto, ultrasofts, weet je. Dan gaat het al gauw, hè. Nou, ik zou zeggen, pak die DRS, schiet lekker langs me, joh.
Het heeft weinig zin voor mij om dit te verdedigen. Of hij gaat gewoon niet langs me. Voor een of andere reden. Okidoli, dokkeli. Zo, hij zit waarschijnlijk echt... Hij kan me opeten. Hij heeft veel betere banden in dit gedeelte. Rijdt waarschijnlijk vele malen sneller in dit gedeelte. Kan er gewoon niet langs. Is niet echt een inhaalzone. Nu dan. Zo, hij zit in mijn nek, jong. En nog steeds niet. Nog steeds niet. Misschien in dit volgende gedeelte dan. Who knows, who knows. Oh, ik neem deze belabberd. Maar hij is nog steeds niet langs me. Nou, dan gaat hij het gegarandeerd hier op het rechte stuk doen. Hij zit in mijn nek. Hij heeft DRS. In de slipstream. En de heute met uit. Ik zou zeggen, geniet van mijn slipstream. Ga er gerust langs, joh. Doe je ding. Ik red me hier wel. Hey, Max. De groeten, hè. De groeten. Veel plezier. Het gaat ook weer niet echt van een laaie dakkie met die Red Bull van je, hoor. Hij zit nu alweer 2,5 seconden voor me, joh. Dat is belachelijk. Maar ja, dat krijg je als je een betere auto hebt, hè. Weerlijn zit inmiddels achter me. Die zit ook op de softs. Dus die gaat ook voor de 1 stop. Zijn banden daarentegen zijn 1 ronde jonger dan de mijne. Dus ja, dat zal niet echt een denderend groot verschil maken. Oké, dankjewel voor de informatie. Ja, die zit op de ultrasoft natuurlijk. Dus ja, dat is inderdaad dan wel een tegenstander waarvan ik de informatie moet weten. Wie heb ik voor me? Ik heb Sainz voor me. Die heeft zijn tweede stop nu gedaan. En die zit nu op de supersofts. Nou, die gaat me er ook echt vierkant uitrijden. En ik heb Fernando Alonso achter me. Op de supersofts ook. Maar die heeft een McLaren. En de McLaren is nou ook weer niet echt denderend snel. Maar hij heeft DRS nu. Kan een beetje van mijn slipstream snoepen. En dat doet hij ook. Niet doen alstublieft. Oh, ik heb Alonso in mijn nek. Ik had zo'n slechte bochtenreeks. En nu heeft hij ook nog DRS en gaat hij van mijn slipstream pakken. Oh man. Ik denk niet dat ik 13e kan blijven, hoor. Dat is wel een erg ambitieus aantal plek om te staan. Een 14e zou ik op zich ook nog best oké vinden. Oh, Alonso probeert zo erg van mijn slipstream te snoepen. En ik probeer dat elke keer te onderbreken. Oh, Van Doorn is uit de race. Oké, gezellig. Maar het is zo lastig. Want hij komt elke keer een beetje dichterbij vanwege die supersoft banden. Oh, we staan 12e nu. Maar oh my, die plek nummer 10 komt steeds dichterbij wat dat betreft. Niet dat dat haalbaar is. Maar ik denk ik probeer een beetje spanning erin te wekken. Als er een moment zou zijn waarop Fernando Alonso mij zou inhalen, dan zou het dit moment zijn. Hij heeft DRS, hij is hartstikke dichtbij. Alleen hij duikt niet in mijn slipstream. Why the hell not, man? Vergooi de kans nu. Tenminste, er komt hier nog een deel met DRS. Waarop het hier misschien zou kunnen. Maar dan moet ik ook gewoon die slipstream onderbreken. En als het goed is, zou dat dan... zie je, dan wek ik genoeg afstand. Holy fuck. Mijn achterbanden gingen op slot, denk ik. Oh mijn god. Marie tires. Hoe staan ze ervoor? 21%, dat valt wel mee. Ik zette ze gewoon even op slot en dat was gewoon heel erg naar. Echt, het verschil met Alonso, dat blijft echt maar 3/10. Dat is echt... Het is gewoon echt een kwestie van als ik een fout maak, dan is het gewoon klaar. Dan ben ik mijn plek kwijt. Dus ik kan gewoon geen fout maken. Ja, ik zou graag meer commentaar willen geven op deze race, jongens. Alleen, er gebeurt gewoon niet zoveel. Ik kom niet dichter bij Sainz. Alonso, nou, weet ik ook elke keer te ontwijken wat dat betreft. Dus ja, er gebeurt niet zoveel. Relatief rustige race wat dat betreft. Iedereen doet gewoon zijn dingetje. Het is eigenlijk gewoon uitrijden totdat ik... aan het einde van de race een nieuw contract krijgen. En dat is eigenlijk, ja, voor mij apart het hoogtepunt. Holy shit.
Er zijn auto's aangesloten. Ik kijk even op de minimap ineens en opeens zie ik gewoon twee stippen erbij gekomen. Wat zijn vaak. Ik hoop niet dat ik me daar ook nog zorgen om hoef te maken. Want Alonso verdedigen, daar heb ik eigenlijk al een beetje mijn handen aan vol. Dus ik heb liever niet nog een paar mannen erbij. Oh shit, Massa is er al langs. Nee! Alonso, waarom heb je niet beter verdedigd? Shit! Ik wil graag mijn 12e plek behouden als het even kan. Er zijn niet veel rondes meer over. Fuck me, Verstappen zit er ook nog bij, joh. Alonso had niks te vertellen daar. Nou ja, op dit rechte stuk gaan ze even voorbij me schieten. No! Zo dichtbij. Ik heb zo'n schone race gereden. En dan dit. Dat zou ik echt heel naar vinden. Nee, Massa. Nee, nee, nee. Oké, we gaan nu de laatste ronde in. Ik moet en zal deze 12e plek verdedigen. Kom op, let's go. Oké, het volgende deel met de DRS'jes, dat is eigenlijk het cruciale punt. Ze zijn in mijn nek. En ze hebben DRS. En ik glip daar enorm weg. Ik moet weg uit de slipstream. Shit. Shit. Nee. Hij zit zo dicht achter me. Help. Shit, 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 shit. Nee. Hij heeft er me tussen geprikt. Hou vast. Hou vast. Yes! Let's go! Alleen dit stuk is ook nog pijnlijk. Hoe breek ik dit? Ik ga daar aan de binnenkant om te verdedigen. Ook al... Ja, ik moet wel nu. Oh, shit. Hij heeft hier rechts. Maar ik heb hier links. Kom op. Hij zit er nog steeds. Hij zit er nog steeds en ik heb hem. Ik heb hem. Oeh. Oeh! Het kan nog fout gaan. Het kan nog fout gaan. Liever niet, maar het kan nog. Oké. Even kalmeren. Het zijn de laatste twee bochten. We did it. We hebben Massa achter ons gehouden. God, oh god. Ah, werd het toch nog even spannend op het eind, jongens. Hier, kijk nou, een treintje. Potverdikke me, 12e. We begonnen fucking 20e door een of andere penalty. En uiteindelijk zijn we alsnog 12e geworden. Ja. Oh ja, Kimi Räikkönen. Oh ja, 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 ja. Ook gewoon echt de laatste race die dat moest bepalen. Die heeft uiteindelijk de Driver World Championship gewonnen. En als ik het goed heb, is Ferrari dan ook de Constructor Championship? Heeft die het ook gewonnen? Of toch niet? Oeh, dit wordt spannend. Onze winnaars, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen en Valtteri Bottas. Oké, driver standings. Het scheelt niet veel met Lewis Hamilton. Het is echt, deze race was gewoon cruciaal. Alhoewel. Nee. Deze race was niet... Nou, ik weet het eigenlijk niet. 7 punten verschil. Nou, het is in ieder geval wel in deze race bepaald. Constructor standings. Mercedes wint met 8 punten op Ferrari. Het is dat Sebastian Vettel niet echt hoger kwam in deze race. Die kwam uiteindelijk 4e. Nou, maar die moest ook op de 12e plek beginnen. Dus dat was lastig. Gefeliciteerd aan Räikkönen en Mercedes. En wij zijn wat dat betreft 12e. Geen punten, maar wel een hele leuke race. We hebben een trofee gewonnen en we krijgen bakken met resource points. Ik had veel minder dan dit. Dat weet ik in ieder geval wel. Resource points bonus. As a result of your performance across the season, je hebt 1800 extra resource points gekregen in voorbereiding voor het volgende seizoen. Hey, top, dankjewel. Rivaliteit met Magnussen? Oh, hij is 7e geworden. Kak, maar het is een draw geworden. Dus, nou ja, top. Hij heeft ook een betere auto dan ik, dus ja, dan krijg je dat. Reputatie is wat dat betreft wel flink vooruitgeschoten. Williams en Renault en Toro Rosso, dat zijn de koplopers wat dat betreft. Alhoewel, Renault loopt gelijk met McLaren. Contract evenement. Quick question. How are you here? Are you happy? I mean, obviously, I hope so. But you do have some other options if you're up for a new challenge. Let me just grab the door. I had a call from another team a few weeks ago. Well, things have moved on since then. The
These are the offers I've managed to put together for you. You don't have to do anything with them, but let me know what you think. Ik ben heel erg benieuwd. Open dat boekie. Wat hebben wij? Sauber, Williams, Renault en Toro Rosso. Ja, dat was op zich ook eigenlijk wel een beetje te verwachten. Nu is het een beetje kloten, want ik weet nu zeg maar niet meer de... Ik zit een beetje te kijken. De balken die hieronder staan. Zijn dat de performance balken? Want dan zou het betekenen dat wat dat betreft Renault de beste tussenstap zou zijn. Tenminste, van de aanbiedingen die ik heb gekregen. Er staat er, heb je Force India, Renault, Williams en dan Toro Rosso. Dus Renault is de beste van deze drie. Nou, van mij apart, weet je. Ik vind Renault best een geinig auto. Gaan we voor. Switching to a new team, reset your core competencies, resource points en team points. Providing a clean slate with which to embark on the next stage of your F1 career. Warning, changing teams will result a loss of all resource points and R&D progression. Nou, dat was op zich ook wel te verwachten. Oké. Einde van het seizoen, beste Don. We're delighted to announce that your performance has been above our expectations. And you finished, je bent gefinished 17e van de Drivers Championships. Jij en je teammaat Pascal Wehrlein hebben ook genoeg punten bij elkaar verzameld om ons 9e bij de Constructor Standings neer te zetten. Tijd om te relaxen, je hebt het verdiend, Sauber F1. Hey, dankjewel hè. Nou, druk dat nieuwe seizoen maar aan. Waar zijn we? Nieuw seizoen start, welkom bij het nieuwe start van het seizoen. We hebben hoge verwachtingen. En we zijn zeker dat je een spannend seizoen zult leveren. Beste wensen, Renault Sport Formule 1 team. En my man. Hi. Settled in, okay? I've been getting to know the new team and the facilities. Now I reckon there's a lot of potential here. Anyway, I'll see you in the garage, okay? Top, is goed. Ik weet niet hoeveel resource points ik heb, maar ik wil wel een aantal dingen... dat felle gele is toch even gek? Maar ik heb nul resource points, ik kan helemaal niks upgraden. Oh, ze hebben wel een aantal upgrades. Ze hebben al iets voor de motor hebben ze gedaan. Oké. Wat betreft het chassis zijn ze wel minder. Downforce zijn ze dan wel weer een van de betere. Dus als we echt goed willen verbeteren, dan moeten we waarschijnlijk... een motor upgrade en een chassis upgrade gaan doen. Wat betreft durability is eigenlijk alleen nog maar de general wear gedaan. Dus wat dat betreft is er nog veel werk aan de winkel. Nou, Nico Hulkenberg is mijn nieuwe teammate. Dus ik ben benieuwd hoe we het dit seizoen er vanaf gaan brengen. Dat ga je zien volgende keer bij een nieuwe F1 2017 Career Mode aflevering. Dan beginnen we met seizoen 2. En dan gaan we verder bij Australië. En begint het hele riedeltje... opnieuw. Ben me heel benieuwd hoe dat zal gaan. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je toevallig nog 2 andere video's van mij zien? Ze staan naast me, daar kan je op drukken. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Doei!